Zo dan. Ja. Krijg wel gelijk een beetje bunkergevoel, hoor. Ja. Ja? Ja, van de buitenkant wel, maar van de binnenkant sowieso altijd een heel ander gevoel geven. We hebben onze respondenten gevraagd of ze wonen in een 3D-geprint huis zien zitten. Iets meer dan de helft lijkt het wel wat. Want hoe lang hebben jullie erover gedaan om dit te printen? Ja, zo'n groot hoekelement kost ongeveer 16 uur om te printen met de huidige printerinstellingen. En die kleinere elementen uiteraard een stuk sneller. Dus die elementen die komen als een grote puzzel één voor één in elkaar. Die worden hier door een hijskraan op een plek gezet en we kunnen gelijk door. En dan ben je er dan trots op? Vind je het mooi? Zou je het zelf kopen? Ik vind het prachtig. En zeker ook het gevoel en de afwerking. Voor een eerste keer vind ik het echt heel goed gelukt. Eens even kijken of die thuis is. Kijk. Goeiedag. Hoi. Welkom. Jill. Jasrep. Ik ben heel benieuwd hoe dit er aan de binnenkant uitziet. Kom binnen. Bevalt het wel? Zeker weten. Ja, want zeg je dat alleen omdat hij erbij is? Nee, het is echt een prachtige woning. Van buiten een hele bijzondere woning. En van binnen ja, eigenlijk zoals een normaal huis, maar wel van alle gemakken voorzien. Ja, maar zo'n betonlook, daar val jij wel voor dan. Ja, past er wel een beetje bij me, ja. Even kijken hoor, want aan de binnenkant zijn de muren ook wel echt geprint, hè? Ja, het zijn echt blokken. Dus de buitenkant is hetzelfde als de binnenkant. En hoe lang woon je hier nu? 1,5 jaar. En hoop je dan nog wel of niet op buren? Nou, buren, gezellig, altijd welkom. Maar het is zo natuurlijk ook heel fijn. Ja, lekker in de middle of nowhere, gewoon vrij staat. Hoe luxe is dat? Ja, zeker weten. En wanneer komen er buren? Want jullie hebben nu van dit proces helemaal geleerd. En dan, dan moet het project door. Ja, we zijn nou druk bezig om de volgende huizen te ontwerpen. Ik hoop dat binnen een jaar of iets wel weer verder gaat. Er moeten wel nog ongeveer 800 woningen komen in mijn nieuwe wijk. Zou je zeggen van nou, dat kunnen we regelen nu op dit moment? Of op welke termijn? Ik denk dat het haalbaar is met de huidige staat van de techniek. Om een deel van die woningen, zeker dus die binnenwanden, zoals we hebben gezien, te 3D-printen. Zeker haalbaar. De vraag is of je het nu al zo erg wil opschalen of dat je eerst nog iets door wil leren en dan opschalen.